gaat mij erom dat wij geloven in een God die ons leven dagelijks onderhoudt, heel veel zegeningen schenkt. En zullen we dan bij ziekte zeggen van nou, daar gaan we op vooruit lopen. Wij willen zorgen dat die God ons met een ziekte niet kan treffen. En dat vinden wij zo tegenstrijdig, dat kan niet. De wil van God dus, een principiële overweging om niet in te enten. Begin deze week zijn de leerlingen van de school ziek geworden. De basisschooldirecteur vermoedt dat één van zijn inmiddels 4 zieke kinderen de bron is geweest. Het gaat gelukkig relatief goed, ja. Ja. Er is er eentje die heeft wat last van oorontsteking. En inmiddels van de huisarts ook wat voor gekregen. En van de anderen zijn er inmiddels aan de beterende hand en eentje alweer helemaal opgeknapt. Hoeveel kinderen van u zijn ziek dan? Even 4. Ja. En is het ook met een van uw kinderen begonnen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Dus een van uw kinderen was ziek en vervolgens is hij thuisgehouden, maar ook uw andere kinderen en andere kinderen van deze school? Ja, er kwamen er meerdere ook. Ja. De uitbraak is gemeld aan de GGD die een brief heeft verstuurd aan alle ouders van de bewuste school. We hebben afgelopen weken de melding binnengekregen van de directeur van de basisschool dat er een aantal kinderen zijn die toch klachten hebben. Waarvan hij dacht dat het misschien de mazelen kon zijn. Wat wij dan doen is even contact opnemen met de huisarts of ze daar al zijn geweest. En vervolgens gaan we daar langs en dan gaan we kijken of we wat materiaal af kunnen nemen voor diagnostiek. En dan we wachten nog op de uitslag daarvan. Die komt denk ik volgende week. De GGD heeft ook een advies. Nou, het is iedereen die nog nooit gevaccineerd is geweest en het ook niet heeft doorgemaakt, kan zich alsnog laten vaccineren. Voor mensen die in Rijzenholte wonen of voor mensen van een reformatorische gezindte, die kunnen ook al hun kindjes op vervroegde leeftijd, dus vanaf 6 maanden, laten vaccineren tegen de BOF. Ja, maar dat willen ze nou juist niet. Nee, maar sommige mensen willen het toch wel en die zijn er uiteraard altijd welkom. De schooldirectie laat de uitbraak gelaten over zich heen komen. We gaan er hier vrij nuchter mee om. Ik bedoel, het is een kinderziekte. Dat neemt niet weg dat het in enkele gevallen ernstige complicaties kan hebben. Maar goed, mensen weten het. Het is een kinderziekte. Kinderen zijn koortsig, kunnen er flink ziek van zijn. Ja, verder zijn ouders vooral vrij nuchter.